Lopen we binnenkort rond met een computer in onze hersenen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Lopen we binnenkort rond met die computer in onze hersenen? Het is alleszins zo dat we vandaag de dag nog heel moeilijk zonder die computer kunnen. En om het eventjes te gaan testen en te zien hoe erg het gesteld is, gaan we starten met een kleine wedstrijd. De mensen hier links, jullie zien er precies vrij intelligent uit. De mensen hier rechts, ja, misschien kunnen jullie je gsm er eventjes bij nemen. En je mag al een browser nemen. En ons eerste wedstrijdje is dat iedereen mij zo snel mogelijk moet proberen te zeggen en je mag roepen wat de geboortedatum is van Alan Turing. Alan Turing, een ware held in het domein van de computergeschiedenis. Ja, de mensen hier. Ja, ik hoor hier iets. Ja, 1-0 voor onze computer. Sorry. Maar we gaan het over een andere boeg gooien. De mensen daar kunnen even op hun rekenmachientje openen. En de vraag is nu, hoeveel is, luister goed, 17 maal 26? Ja? 442. Sorry, 2-0 voor de computer. Die computers kunnen de laatste tijd altijd meer en meer. En computerontwerpers, zoals ik, slagen er nog steeds in om ze jaar na jaar sneller en krachtiger te maken. Maar hoe doen we dat eigenlijk? Wel, dat gebeurt dankzij chips. Chips, eigenlijk van die kleine zwarte doosjes die je, als je je gsm of je laptop of je tablet zou openhalen, zou zien zitten. Nu, die chip zelf is niet het zwarte doosje, maar als je dat zwarte doosje zou openhalen, zit daar binnen een heel klein blinkend plaatje silicium. Dat is mijn computerchip, vaak niet meer dan een vingernagel groot. En mocht je heel, heel erg kunnen gaan inzoomen op die computerchip, dan zou je zien dat die opgebouwd is uit een heleboel hele kleine schakelaartjes, die wij transistoren noemen. En die transistoren laten de chip toe om te gaan rekenen met nulletjes en eentjes. En zo'n getal dat enkel 1 of 0 kan zijn, dan noemen we een bit. En die schakelaartjes, als we daar een bit gaan aanleggen, dan gaat die schakelaar openstaan als we die een 0 gaan aanleggen. En als we daar een 1 aan aanleggen, gaat die schakelaar toe. En dan kan er een klein elektrisch stroompje lopen van mijn batterij door de schakelaar helemaal naar de rechterkant van de schakelaar. Maar hoe kan zo'n computer nu rekenen met nulletjes en eentjes en elektrische stroompjes? Wel, we gaan eenvoudig beginnen om dat uit te leggen. Stel dat ik een computer wil bouwen die 2 bits met elkaar kan vermenigvuldigen. En ik wil dus eigenlijk de volgende berekeningen kunnen doen. Ik kan dat nu gaan bouwen door gewoon 2 van die schakelaartjes achter elkaar te gaan hangen en elk schakelaartje 1 van mijn 2 ingangen te geven om die open of toe te doen. En zolang je daar 2 nullen aanlegt, staan die schakelaartjes open en mijn elektrisch stroompje kan niet naar mijn uitgang rechts gaan lopen. Waardoor die uitgang 0 blijft, want 0 maal 0 is 0. Ook als 1 van de 2 ingangen nu een 1 wordt, kan het stroompje nog altijd niet tot bij de uitgang helemaal rechts geraken. Waardoor die uitgang 0 blijft, correct. Alleen als de 2 ingangen 1 zijn, kan de elektrische stroom door het volledige pad gaan naar de uitgang en gaat hij daar die uitgang gaan opladen, waardoor er een 1 gaat komen uit mijn chipje. En 1 maal 1 is 1. Ik heb een correcte vermenigvuldiging gedaan met maar 2 schakelaartjes of transistoren. Het systeempje dat we hier nu gebouwd hebben, noemen we ook een N-poort. Want de uitgang is 1 als de eerste ingang een 1 is en de tweede ingang is een 1. En zo kan een computer rekenen. Maar natuurlijk hebben we nu nog maar een heel eenvoudige berekening gedaan. Hoe kan die computer nu grotere getallen met elkaar kan vermenigvuldigen? Zoals 17 maal 26. De computer kan niet meer alleen om met 0 of 1. De schakelaar is toe, 1. Of de schakelaar is open, een 0. En het kan niks daartussen zijn. Wel, om toch te kunnen gaan rekenen met die grote getallen, gaat de computer eerst die getallen moeten gaan krijgen in alleen maar nulletjes en eentjes. En we gaan zeggen dat we die getallen moeten omzetten van hun decimale schrijfwijze, die wij kennen, naar een binaire schrijfwijze met enkel nullen en enen. En dat doen we door te gaan zien of die getallen te gaan voorstellen als een aantal machten van 2.
Dat is een aantal keer 1 en 2 en 4 en 8 en 16 en zo maar door. Bijvoorbeeld het getal 17 kunnen we voorstellen als 16 plus 1. En dat wordt dan binair 1-0-0-0-1. Voor het getal 26 is 16 plus 8 plus 2. En in andere woorden 1-1-0-1-0. Eens dat ik die binaire schrijfwijze heb, dan kan de computer daarmee gaan rekenen. En dat gaat de computer doen door gewoon te gaan cijferen. Als ik bijvoorbeeld 17 maal 26 wil doen, ja, dan schrijf ik 17 en eronder natuurlijk 26. En nu ga ik gewoon gaan cijferen. 6 maal 7 is 42. Ik schrijf de 2, onthouden 4. 1 maal 6 is 6, plus mijn 4 geeft mij 10. Ik ga naar mijn tweede getal hier, dus ik ga een lijntje naar beneden moeten gaan en een positie opschuiven naar rechts. En ik doe 2 maal 7 is 14. Ik schrijf de 4, onthouden 1. En 1 maal 2 is 2, plus mijn 1 geeft mij 3. Nu hoef ik gewoon nog alles te gaan optellen. En ik ben klaar. Het geeft mij 2, 4, 4 of 442. Ik kan cijferen, natuurlijk. Maar hoe gaat de computer dat nu doen? Wel net op dezelfde manier, alleen met nulletjes en eentjes. Dus de computer schrijft zijn nulletjes en eentjes van zijn twee ingangen onder elkaar en begint te cijferen. Hij pakt de eerste witte bit helemaal rechts. 0 maal 1 is 0. 0 maal 0 is 0. 0 maal 0 is 0. Enzovoort. Hij maakt de hele eerste rij af, net zoals ik hier gedaan heb. En hij gaat naar de tweede witte bit, de 1. En hij gaat ook een rijtje zakken en een positie naar links opschuiven. En hij begint. 1 maal 1 is 1. 1 maal 0 is 0. Enzovoort. En zo maakt hij eigenlijk al die tussenresultaten af, net zoals ik gedaan heb. En achteraf moet hij maar gewoon verticaal alles optellen. En daar komt dan uit 1-1, 0-1-1 enzovoort. Een nieuw binair getal dat ik terug kan gaan omzetten in zijn decimale waarde. Net zoals we daar juist gedaan hebben in de andere richting. En in dit geval is het 1 keer 256 plus 1 keer 128 plus 1 keer 32 enzovoort. Geeft mij ook 442. Dus de computer heeft net dezelfde berekening gedaan als wij. Alleen met eentjes en nulletjes in plaats van met decimale getallen. Maar die computer heeft het zich wel heel gemakkelijk gemaakt door het met die eentjes en nulletjes te doen. Want doordat hij dat met die eentjes en nulletjes heeft gedaan, kon hij voor al die tussenliggende getalletjes, al die nullen en enen die je in het midden ziet staan, dat gewoon doen met een heel eenvoudige berekening waarbij hij gewoon telkens twee ingangsbits nodig had. Met net dezelfde berekening als wij daar straks gedaan hebben met onze N-poorten. Elk van die tussenliggende getallen wordt gewoon berekend met één N-poort. En zo heb ik nog een paar extra N-poorten nodig om mijn verticale optellingen te kunnen doen. Maar uiteindelijk kan ik die grote vermenigvuldiging doen met gewoon een heel aantal, veel meer dan daarstraks, een heel aantal N-poorten die op de juiste manier aan elkaar hangen. Hoe een complexere berekening ik wil doen met grotere getallen, hoe meer van die N-poorten ik ga nodig hebben. Maar het principe blijft hetzelfde. En nu moet je goed beseffen dat in elk van deze N-poorten nog altijd die twee schakelaartjes van daarstraks zaten. En dus elke keer dat ik nieuwe ingangen aanleg bovenaan, een nieuwe berekening wil doen, zullen die schakelaartjes zich gaan verzetten en komt er automatisch onderaan de juiste uitgang uit. En natuurlijk, hoe meer berekeningen per seconde ik wil doen, hoe sneller ik nieuwe ingangen wil kunnen aanleggen, hoe sneller die schakelaartjes moeten kunnen openen en toegaan. Dus wil ik een hele krachtige, snelle computerchip maken, heb ik eigenlijk twee dingen nodig. Ten eerste heb ik heel veel schakelaartjes nodig op mijn chip. Kan ik heel veel N-poorten gebruiken. En ten tweede wil ik dat die schakelaartjes heel, heel snel open en toe kunnen gaan. Voor veel berekeningen per seconde. Nu moet je weten dat die schakelaartjes de laatste decennia in een snel tempo kleiner en kleiner zijn geworden. Het is zelfs zo dat op dit moment op een klein chipje, niet veel groter dan de diameter van je haar, passen gemakkelijk 100.000 van die schakelaartjes. 100.000 transistoren op de diameter van mijn haar. Die kan je natuurlijk niet met je blote oog zien. Zou je die toch willen kunnen zien, dan moet je dat chipje nemen. Dan moet je dat vergroten tot het zo groot is als een huis. En dan kan je ze net met het blote oog zien. Het is te zeggen, dan zijn ze net zo dik als mijn haar.
Op een moderne chip van mijn smartphone vandaag de dag staan dan ook makkelijk een miljard van deze schakelaartjes bij elkaar. Ik zei net dat ik niet alleen heel veel schakelaartjes wou, een heel kleine, maar dat ik ook wou dat die schakelaartjes supersnel open en toe kunnen gaan, om snel te kunnen rekenen. En ter vergelijking gaan we eventjes zien hoe rap ik de schakelaar van die lamp hier kan aan- en uitzetten op 1 seconde. Proberen, hè. 1 en. Oké. 3 keer. Hè. 3 keer aan en uit op 1 seconde. Niet slecht. Maar zo'n schakelaartje kan ongeveer 1 miljard keer per seconde open en toe gaan. Ik zou 10 jaar nodig hebben om die lamp aan dit tempo 1 miljard keer aan en uit te doen. 1 miljard berekeningen per seconde. Natuurlijk hebben we ons daar straks laten verslaan door de mensen met de computer hier rechts. Nu, het duurde daar straks toch meer dan 1 miljardste van 1 seconde vooraleer jullie mij het antwoord konden geven op die rekenvraag. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, eigenlijk zijn we zelf de schuldigen. Het duurde meer tijd om in te geven in mijn gsm wat de vraag eigenlijk was dan het nodig had voor de gsm om het antwoord te berekenen. Nochtans hebben we daar al een hele lange evolutie doorgaan. Wie had er 20 jaar geleden, toen we onze logge computer zat, gedacht dat we vandaag de dag met een smartphone in onze zak zouden rondlopen? Een computer die ongelooflijk krachtig is, waar we direct vragen aan kunnen stellen. Het is door de vooruitgang in die chiptechnologie dat we nu eigenlijk heel kleine, maar heel krachtige computertjes kunnen bouwen. Zo zelfs dat vandaag de dag de grootte van een smartphone, een gsm, wordt vooral bepaald door de grootte van het scherm en de batterij. En het onderzoek in mijn domein, aan KU Leuven, maar ook op andere plaatsen, speelt zich dan vooral af op het meer energiezuinig maken van die chips. Om chips te maken die goed en krachtige berekeningen kunnen doen op een zo klein mogelijke batterij. Zodanig dat we eigenlijk die computerchipjes overal kunnen gaan inbouwen. Van die slimme fitnessbands, in smartwatches, maar ook bijvoorbeeld in intelligente kledij, of misschien zelfs in slimme brillen of oortjes enzovoort. Dat noemen we allemaal wearables. Ik draag mijn computer op mijn lichaam om er nog sneller mee te kunnen gaan interageren. Toch eigenlijk niet zo snel, want zolang dat ik nog met een toetsenbord en een scherm moet gaan interageren, blijft het eigenlijk best wel traag. Maar ook daar gebeurt er heel veel. Meer en meer gaan we die toestelletjes extra sensoren geven, zeg maar extra zintuigen, om nog sneller onze vragen te begrijpen. Bijvoorbeeld een spraakinterface. Hoeveel is 17 x 26? Het is 442. Voilà, nog veel sneller dan daarstraks. En hier stopt het natuurlijk niet. Vandaag zijn er heel veel mensen onderzoek aan het doen om nog sneller te kunnen interageren met een computer. Bijvoorbeeld door rechtstreeks met je hersenen te gaan interfacen. Dit hier is bijvoorbeeld een EEG-headset van het onderzoekscentrum IMEC, dat hersensignalen kan gaan uitlezen. Nu, dit toestel is niet zo gevoelig dat het kan weten dat ik mij afvraag hoeveel 17 x 26 is. Maar zeker als we sensoren niet meer kunnen gaan plaatsen buiten onze hersenpan, maar ze kunnen gaan implanteren in onze hersenen, bijvoorbeeld door van die hersenprobes te gebruiken, als je hier ziet, heel klein, wordt er veel mogelijk. Zo'n hersenprobes worden vandaag bijvoorbeeld al gebruikt om epilepsie of Parkinson te onderdrukken. Maar geef het nog enkele decennia en dan kan ik daar misschien mee mijn geheugen uitbreiden met een extra harde schijf. Of ik kan mezelf een beetje meer rekenkracht geven om beter te kunnen hoofdrekenen. Of waarom mezelf geen extra zintuigen geven, zoals een ultrasoongehoor of misschien nachtvisie. Van zodra je hersenen direct kan laten interfacen met een computerchip, wordt er ongelooflijk veel mogelijk. We zijn er vandaag de dag nog lang niet. Eerst en vooral begrijpen we de hersenen nog niet voldoende om dat te kunnen. Ten tweede zijn onze chips nog niet gevoelig genoeg en kunnen ze vooral nog niet voldoende data verwerken om die massale hoeveelheid informatie uit de hersenen te interpreteren. En natuurlijk moeten we ons bovendien nog afvragen of we dit ethisch allemaal wel willen. Of waar voor ons nu eigenlijk de grens ligt. Dus gaan we binnenkort allemaal rondlopen met een computer in onze hersenen? Wel, binnenkort zeker nog niet. Maar we staan duidelijk voor een kentering. En technisch gezien komt het wel stapje voor stapje dichterbij.